Helemaal welkom bij deze nieuwe weekvlog. Ik moest even nadenken wat ik moest zeggen. Het is vandaag maandag en het is best wel vroeg nog. Dus ik heb zo eerst rijles van 8 tot 9:30. Ik ben altijd zo blij dat ik het gehaald heb. Want ik vind rijden nog steeds, nou ja, niet per se verschrikkelijk. Maar oh, ik ben zo blij als ik het gehad heb. Maar goed. En ik moet vandaag minimaal 2 video's opnemen. Ja, sowieso 2. Misschien dat ik nog in mijn, hoe noem je dat, in mijn enthousiasme nog een andere video gaan opnemen, maar ik denk het niet. Ik wilde eerst vandaag een opruimvideo opnemen, maar die heb ik natuurlijk laat gedaan. Dus ik zat echt te denken, ja, maar wat ga ik opruimen? Want de kledingkast is nu, ben ik nu tevreden over zoals die nu is. De boekenkast had ik misschien kunnen filmen, maar heb ik laatst natuurlijk voor een andere video. Maar dat heb ik niet laten zien hoe ik dat heb opgeruimd. Maar heb ik zelf buiten de filmen heb ik mijn boekenkast een beetje opnieuw ingedeeld. Dus dat kan ik nu ook niet echt meer opruimen. En ja, mijn sieraden heb ik allemaal uitgezocht laatst. Dus ja, wat ga ik dan opruimen? Ja, weet ik ook niet. Ja, ik kan wel zien dat ik mijn kamer ga laten opruimen. Maar dat vind ik een beetje, ja, too much. Dat ga ik niet op YouTube zetten. Dus aangezien collega's en zo dat ook zien. Dus ik ga natuurlijk niet heel mijn kamer met puin en al laten zien hoe ik dat allemaal ga wegruimen, want dat vind ik gewoon een beetje. Dus het wordt waarschijnlijk iets van mijn irritatiesvideo, maar ik heb dat al een keer gedaan voor de Efteling, maar dan ga ik dat dus nu doen buiten de Efteling, dus dat dan leek me wel leuk. En natuurlijk favorieten van de maand moet ik opnemen deze vandaag, want die komt letterlijk morgen online. Ben ik nu. Die moet ik voor morgen online hebben. Dus dat komt goed. Hoop ik. En die moet ik echt vandaag sowieso doen. Die, mijn irritaties die hoeft pas donderdag. Dus dat kan ik eventueel nog rekken. Maar die favoriete van mij moet ik vandaag echt doen. En ik heb natuurlijk vandaag voor shorts weer wat ideeën die ik niet moet vergeten op te nemen. Verdenken. Wat heb ik nog meer te doen vandaag? Ja, heel veel was vouwen. Was ophangen. Mijn bed verschonen. Maar goed, dat vind ik ook even niet zo belangrijk, want dat heb ik laatst nog gedaan. Maar goed, ja, het moet natuurlijk wel gebeuren, dus ik ga natuurlijk wel weer iemand van gaan doen. Moeten wij een planning opnieuw maken voor deze week. En even denken koken, maar goed, het is mijn moeders gerecht, dus ik zal kijken waar ik kan helpen. En voor de rest, niet heel veel bijzonders eigenlijk. Dus, dat is het volgens mij wel. Misschien dat er nog wat te binnen schiet, maar goed. Heel veel. En dan moet ik dat eigenlijk allemaal voor die tijd doen. Voordat mijn vader thuis komt. In ieder geval alle dingen die ik boven moet doen. Tenminste, kijk, die vibe planning en dat bed verschonen, dat duurt niet zo lang. Maar dat wasvouwen, wasophangen kan ik ook altijd nog laten doen. Maar aangezien ik ook weer een deadline heb voordat ik moet helpen met koken, moet ik sowieso die video's hebben opgenomen voordat mijn vader thuis komt. Want zij gaan dus weer, zij gaan straks nog boodschappen doen. En dan moet er iemand voor beneden zijn voor de honden. Dus dat is altijd wel een beetje een dingetje. Maar goed. Oh ja, en nog wel leuk is om te zeggen. Ik ga deze week ook weer een weekendvlog doen. Dus omdat ik natuurlijk naar Friday Nights ga zondag. Dus dat is, lijkt me ook wel weer leuk om een keer op te nemen. Dus, maar goed, ik ga nu ook eventjes niks eten. Want als ik er nu al denk, moet ik bijna barven. Dus ik denk, iedereen denkt, oh, niet op een nuchtere maag gaan rijden. Maar dat heb ik ook nog vaker gedaan. En dat gaat op zich prima. Dus als ik daarna maar wel gewoon snel kan eten. Want als ik dan nog langer moet wachten, dan gaat die goed. Maar goed. Ja, dat. Morgen en overmorgen en donderdag en vrijdag werken. Maar ik zie vooral op tegen de dienst van woensdag. Omdat ik dan best wel een lange dienst heb. Maar goed, dat ga ik nu nog even voor me uitstellen. Ik kan in ieder geval wel uitslapen. Dat heb ik vandaag natuurlijk ook niet gedaan. Dus, of nou ja, uitslapen. 8:30 vind ik uitslapen. Dus mocht je afvragen waarom mijn stem zo verkrekt is. Ik ben en net wakker en ik ben verkouden. Dus sorry. Ik hoop dat het de weekvlog beter wordt. Maar goed, ik spreek je later weer. Helemaal welkom bij deze nieuwe dag. Het is vandaag dinsdag en vandaag werk ik van 9:45 tot 5:30. Dus lekker lange dienst. Nou ja, morgen is het nog langer, maar goed. Ja, ik heb vandaag ook verder dan niet heel veel bijzonders om te doen daarna. Dus lekker werken en dan thuis en dan niets. Dus ja, dat is het eigenlijk een beetje voor vandaag. Dus ik spreek je later weer. Helemaal welkom bij deze nieuwe dag. Het is vandaag
woensdag. En vandaag werk ik van 10 tot 6. Dus ook wel een lange dag. En als het goed is, sta ik de hele dag op de zelfscan. Dus als mijn dienst voorbij is, kan ik wel gewoon lekker gauw weg. En dan hoef ik niet nog een laat te tellen. Dus dat vind ik wel altijd chill. Alleen staat dan gewoon echt soms heel lang niks te doen. Omdat er ja, toch klanten liever naar de gewone kassen gaan. Wat ik ook snap. Dus dat. En voor de rest heb ik vandaag niet zoveel bijzonders te melden. Ik heb weer een home pakketje, maar die ga ik morgen wegbrengen. Dus dat voor morgen, zei ik al. En voor de rest niet heel veel bijzonders. Dus ja, ik spreek jullie later weer. Helemaal welkom weer bij deze nieuwe dag. Het is vandaag donderdag en vandaag werk ik van 9:30 tot 14:15. Het is lekker een kort dienstje. Daarna ga ik nog, tenminste ik ga daarna eerst thuis lunchen. En daarna ga ik 2 homepakketjes wegbrengen. 1 van mezelf en 1 van mijn zusje. En daarna zie ik wel wat ik ga doen. Ik heb niet zo heel veel bijzonders op de planning staan, dus dat scheelt wel. Dus in ieder geval werken, homepakketje wegbrengen en dan misschien nog wat was ophangen. Maar dat zal wel, ja, het zal wel niet zoveel zijn. Dus ja, dat. Ik spreek later weer. Oh ja, trouwens, wat ik nog even wil zeggen. Ik ga dus 29 juni 2025 ga ik dus ook nog naar Maya Hawk. Ik heb er zoveel zin in. Mocht niemand weten wie dat is onder andere een actrice van Sorry Things. Maar zij maakt dus ook hele goede, naar mijn mening, hele goede muziek. En ik ga daar dus met Sonja heen. Nu zit ik ook nog te twijfelen dat ik niet ook nog naar Mo wil. Ik heb er een nachtje over geslapen, maar ik weet nog steeds niet. Maar ja, ik moet wel een keuze maken, want die kaarten zijn niet oneindig. Dus ja, aan de ene kant wil ik wel heel graag, maar ik vraag me dan, wordt het niet te veel. Maar aan de andere kant, salaris gezien, kan ik nu beter een kaartje kopen, want ik heb nu nog best wel veel. En misschien volgende maand heb ik weer heel weinig. Dus, en dan is er misschien ineens een kaartje meer. Dus. Maar ja, ik twijfel, want ik ga dan sowieso alleen. Dus dat is op zich geen probleem, dus in Utrecht. Maar kijk, Mo heb ik natuurlijk wel al een keer gezien. Maar ja, dat heb ik Suzanne Freek theorie ook. Maar ja, die wil ik gewoon nog. Die wilde ik echt wel heel graag zien. En Mo lijkt me ook leuk. Maar het lijkt me meer gewoon leuk voor erbij. Suzanne Freek wilde ik echt al heel lang heel graag heen. Dus ik zit er nog even over te twijfelen. Maar ik heb besloten dat ik vanmiddag bij mezelf de knoop door ga hakken. Dus ik heb nog eventjes om na te denken erover. En dan laat ik jullie weten wat het is geworden. Helemaal, ik wilde even voor jullie een mini shoplog tussendoor doen. Nou ja, ik heb dus een loungeflight gekocht. Het was zo niet de bedoeling, maar ik zag deze en hij stond al heel lang op mijn lijst om te kopen. Hij is nog niet super lang uit. Maar ik krijg dus ook mailtjes van Loungefly. Dus van de Loungefly website. Als er nieuwe tassen zijn. Of nieuwe Funko's. Of gewoon als er nieuwe items zijn. En deze tas kreeg ik toen. Dacht ik, oh, ik wil hem zo graag kopen. Maar hij was zo hij is nog steeds belachelijk duur. Want Loungefly is sowieso belachelijk duur. Maar online was hij echt super duur. Maar goed, ik ga die dus wel voor het laatst bewaren. Want ik wil die nu niet als eerste laten zien. Want dan spoelen jullie het hele stuk door. Oh mijn god, maar ik ben zo blij. Ik heb natuurlijk de Annabelle al. Mocht je willen zien hoe die eruit ziet, wacht. Ik pak hem er even bij. Als het goed is, hebben jullie die al met Dutch Comic Con Shop nog kunnen zien. En nog foto's van de Efteling. Maar dit is mijn Annabelle Loungefly. Dit is mijn eerste Loungefly. Dus dit is mijn tweede Loungefly. En ik wil nog veel meer kopen. Maar deze is dus de horror collectie. Dus deze is wel luxe. Maar er zit dus geen print in aan de binnenkant. Zoals bij die ene die ik nu heb gekocht wel heb. Dus daar ben ik super blij mee. Maar goed, dit zou eigenlijk de tas worden voor naar Walibi Fire Nights. Omdat het natuurlijk horror is. Maar ik denk dat die andere meegaat. Maar goed. Ik weet nog niet zeker. Maar goed, dit is dus mijn Annabelle. Ik ga die andere Loungefly tas dus straks laten zien. Ik ga eerst even deze uitpakken. Want deze heb ik dus nog echt helemaal niet uitgepakt. Dus ik ben heel benieuwd wat hierin zit. Kan ook zijn dat er een cadeautje in zit van mijn moeder. Maar dat gaan we zomaar gelijk even achterkomen. Want ik verwacht er nog het een en ander. En ik verwacht nog meer Bob.com pakketjes. En ik verwacht ook nog een hele shitload aan Shein pakketjes. En ik geef gewoon nu geen geld meer uit. Het is klaar. Maar dit is het eerste boek wat ik nu heb binnengekregen. Het is The Nearest Faraway Place. Ja, dat leek me wel een leuk boek. Dus ik ben heel benieuwd.
En de kaf vind ik ook heel mooi. En dat was nu echt maar 5,82 of zo. Dus ja, daar kan je nog eens een keer een leuk boek van kopen. En dan in dit pakketje. Ik weet dus niet wat hierin zit. Maar ik gok dus dat dit het cadeau is voor moeder. Ik vind alleen deze dozen echt vet onhandig. Want je moet hem dus echt helemaal slopen. Wil je hem open kunnen krijgen. Maar die andere zit zo'n heel handig schuurrandje aan. En dat zit bij deze dus niet. Vind ik heel onhandig. Waarom hebben jullie dat gedaan, Bob.com? Ik snap die logica niet. Misschien omdat het dan minder snel gejat wordt. Oké, ik heb nog een kinderboekenweekgeschenk. Superleuk. Ik denk dus dat hier heksenvloek in zit misschien. Ja. Kijk, nou, ik heb dus ook Toverslag. Het is oorspronkelijk wel een Engels boek. Maar goed, ik heb de andere ook in het Nederlands. En ik heb deze ook in het Nederlands gelezen toen van de Biep. Dus ik heb hem nu besteld. En dan krijg je dus, omdat het kinderboekenweek geschenk is, of tijd is, krijg je deze erbij. En dan verwacht ik nog een paar pakketten. Maar goed, die kan ik dus nu niet laten zien. Dan heb ik nog een paar boeken. Deze heb ik gisteren binnengekregen. Gedachten na 12. Deze heb ik gewoon ook echt bij haar website besteld. Deze is geschreven door Isa. Ik heb met Isa aan de klas gezeten. Dus op het mbo in het eerste jaar. Zij studeerde maatschappelijk werk en ik studeerde onderwijsassistent. En toen hebben we in het eerste jaar samen in de klas gezeten. Omdat ze toen op het mbo een soort project hadden om te kijken of dat zou werken. Ze hebben ook een kaartje bij gedaan. Superleuk. Ik kan niet wachten om hem, om hem te lezen. Het is een gedichtenbundel, dus dan weten we dat. Zij is gewoon haar droom nagegaan. Weet je niet hoe fucking vet dat is? Ik vind dat echt fantastisch. Dan heb ik hier nog een boek. Dat is Pageboy van Elliot Page. Deze heb ik ergens erbij gekregen. Dit is een biografie, als ik het goed heb. Sowieso. Sowieso een biografie, want het gaat over Elliot Page. Tenminste, ik ga ervan uit dat het een biografie is. Maar goed, ik heb me daar niet heel erg in verdiept. Het leek me een leuk, het leek me een interessant boek. Dan heb ik de nieuwste die ik net heb gekocht bij de Bruna. Hier kreeg ik ook weer een kinderboekenweekgeschenk bij. Dit is Opgesloten van Gillian King. Dit zijn Kluipman novelles. En Kluipman novelles zijn best wel duur. Ze zijn 10,99 per stuk en ze zijn heel dun. Maar dit was nu 2+1 gratis. Dus ik kon me niet inhouden. Want daarna heb ik ook nog de excursie gekocht. Die heb ik ook op mijn verlanglijst staan. Dus die moet ik zo even afhalen. En het gaat ook voor Project Evil. Ja, deze stond al best wel een tijd op mijn verlanglijst. Dus ja, fantastisch. Ik moest deze hebben. Dan een winterboek alvast. Winter in New York. Ja, dit was ook weer zo'n heel goedkoop boek. Ik denk, ik doe hem erbij. Want ja, het is leuk. Ik kan niet wachten. Nou ja, ik heb hem gewoon erbij gedaan, want het leek me leuk. Dan ook, deze heb ik van het weekend bij de Bruna gekocht. Dus 48 uur, ook een Kluipman boek. Ik denk, ik weet niet meer hoe duur deze was. Maar in ieder geval geen tientje. Dat weet ik wel. En hier krijg je dan foldertjes bij van welke er allemaal zijn. Ik heb dan al, volgens mij, mijn moeder in de schijnwerpers. Ik heb Deepfake. Ik heb dan nu Project Evil. Ik heb Vlucht 703. Ik heb 24 uur. Volgens mij mijn moeder die. Slipjacht komt ook bekend voor. De Babysitter heb ik ook. Control A. Gegijzeld. Grenzeloos. Volgens mij hebben we die dan. En ik heb ook nog Sweet 16. Maar goed, ik weet niet of het per se een Kluipmanboek is. Maar ook erg leuk. Ik heb 24 uur al gelezen. Die heb ik ook in de kast. En Vlucht 703 ook. En deze is volgens mij de nieuwste, als ik het goed heb, van Sis Meijer. Van Politie Niet Betreden. Ik weet, deze zijn ongeveer 18 euro, denk ik. Maar goed, het zijn jeugdthrillers. En ja, ik hou hier echt ontzettend van. En dan ook eentje die ik eergisteren bij de Bob.com binnengekregen. Dat is Some Girls Do. Dit is een queer boek. Dus ja. Ik kan niet wachten om deze te gaan lezen. Kijk, maar dit vind ik dus echt heel. Maar de kaft ook. Kijk even hoe mooi deze is. Oké, dat waren alle boeken. Dan heb ik hier nog iets praktisch. Ik heb hier al een bak van. Hier doe ik mijn sieraden in. Maar ik wil mijn sieraden nog beter organiseren. Dus grote oorbellen, armbanden. En dan weet ik veel. Ga ik even kijken. En wat ik daarin ga doen. Maar deze dus. En deze was nu 1,99. Maar deze had ik dus al. Dan heb ik ook nog ergens een rol Stitch inktpapier. Ja, ik ben een sucker voor inktpapier. En ik heb echt al duizenden rollen. Nou, dat is overdreven. Maar ik heb veel inktpapier. Maar ik heb er nog geen van Stitch.
Ik spaar het niet of zo hoor, maar ik vind het gewoon leuk om cadeaus in te pakken. En dat je dan verschillende printjes hebt. Want ik hou niet van als iedereen hetzelfde hebt en dat je dan moet gaan uitzoeken van wie wat is. Kijk, dan heb je wel naamstickers, I know. Maar nog steeds vind ik het gewoon leuk om aparte cadeaus en papier te hebben. Dus, en dan heb ik deze nog. Dit is een broek. Ook bij de Zeeman gekocht. Ja, ik koop niet zoveel kleding meer bij de Zeeman. Ja, hooguit ondergoed of hemdjes of sokken of gewoon praktische dingen waarvan je denkt, oh, hoef ik niet zoveel geld aan te geven, koop ik bij de Zeeman ondergoed of sokken, whatever. En heel af en toe wel een kledingstuk, maar dit is dus links in de lange tijd weer een keer een kledingstuk. Ja, ik hou dus echt van dit soort broeken. Nou ja, ik hou ervan om naar te kijken en ik heb er dus niet zo heel veel van. Omdat het altijd te lang is voor mij. Ik ben echt niet heel groot. Ik ben maar 1,57. Dus ja. Dan wordt het een beetje een dingetje. Maar goed, qua stretch denk ik dat ik er wel in moet passen. Maar ik wil echt wat meer nette. Ik heb echt dat ik heb nu een rode broek aan. Ja, dat vind ik een beetje geen porum om echt naar iets van werk of zoiets. En dit als ik een werkoverleg heb of een werkfeest of netjes moet. Dan vind ik dit toch leuker dan zo'n rode broek. Dus ik probeer mijn kledingkast wat meer te ordenen. Ja, nu heb ik ook echt zo'n heel oversized, lelijk jean short aan. Maar ik ga proberen om mijn kast wat meer te ordenen, want dit kan echt niet meer. Dit dragen 15-jarigen. Dus ja, maar kijk, ik wil niet van mijn merch af. Kijk, dit is geen officiële merch. Maar kijk, en alles wat ik draag is geen officiële merch. Tenminste, over het algemeen is het Shein officieel merch. Maar dat telt niet helemaal mee. Dus kijk, ik ga echt niet al mijn kleding wegdoen van bench. Nou, ik heb geen bench shorts meer, maar geen. Ik ga echt niet al mijn horror shorts wegdoen. Dat vind ik zo zonde. Maar, want dan heb ik dus gewoon echt geen shorts meer. En ik ga niet weer allemaal nieuwe shirts kopen. Dus, kijk, die van Pennywise ga ik sowieso allemaal houden. Maar kijk, dat ga ik nu even niet. Daar ga ik nu niet over nadenken. Maar dit is de Loungefly tas. Ik wilde hem zo graag al. Ik wilde hem zo graag hebben. Maar ik heb hem eindelijk gekocht. Het is echt hysterisch. Want dit is een tas van 75 euro. En de meesten zetten hem heel braaf op een plank neer. En die kijken er af en toe. Die stoffen hem een keer af. En die kijken ernaar. Maar ik ga hem daadwerkelijk gebruiken. En dan is 75 euro voor een tas hysterisch. I know. Maar ik moest hem gewoon hebben. Maar ik ben ook zo'n. Ik ben echt obsessed met Jack Skellington. Nou ja, sowieso met The Nightmare Before Christmas. Ik ben niet zo gestoord iemand die echt alles koopt van The Nightmare Before Christmas. Want dan zou ik echt een museum kunnen starten. Maar dat is ook een beetje onnodig. Maar oh mijn god, ik moest deze gewoon hebben. En deze stond ook op mijn lijst om dan te kopen bij Dutch Comic Con. Maar nu heb ik hem al, dus nu kan ik verder kijken. Want de eerstvolgende tas die ik wilde kopen was sowieso een tas van The Nightmare Before Christmas. En misschien vind ik nog wel een andere hele leuke van de Nightmare Before Christmas. Maar nu is eigenlijk eerst Disney aan de beurt. Dus voornamelijk, ja, of Corpse Bride. Dat vind ik ook leuk. Maar ik weet het nog niet zo goed. Maar het wordt of Disney of Corpse Bride. Eén van de twee. Of een Stranger Things tas. Maar dat vind ik ook weer een beetje lastig. Maar goed, hij is dus glow in the dark. Dus ik denk dat ik deze misschien ga meenemen naar Walibi. Maar dat vind ik ook wel eng. Ik moet zeggen, ik vond het ook eng toen ik Annabelle mee ging nemen naar Efteling. Hij is echt wel heel goed vies geworden namelijk. En op zich, het is een voorwerp. Het is in principe een gebruiksvoorwerp. Kijk, sommige mensen stellen het neer en zetten het neer als in een stallage. En dat kan ook, hè, want ze zijn gewoon echt heel duur en heel luxe. Want het is wel allemaal echt leer en zo. Tenminste, ja, ik ga ervan uit dat het allemaal echt leer is. Want anders zouden ze niet zo typisch duur zijn. Maar, en ze zijn heel gedetailleerd en. Maar dus ik vind het een beetje spannend als ik deze naar. Kijk, in Walibi neem je dan niet je tas mee in de attracties. Tenminste, over het algemeen niet. Maar ja, op de grond moet je ze neerzetten en in die bakken. En dus ik vind het een beetje spannend om deze. Kijk, deze is wel echt de duurste Loungefly-tas die ik nu tegelijk ook heb. Dus ik vind het een beetje spannend. Hij is wel gelijk minder wit dan Annabelle. En Annabelle had ik gewoon schijt aan. Maar goed, ik vind het heel. Het lijkt me heel eng om deze te gebruiken. Dus ik ga er nog eventjes een paar nachtjes over slapen. Want ik heb nog 3 dagen om er na te denken voordat het Fahrenheit is. Maar ja, jullie gaan het uiteindelijk ook zien. Want ik ga een video opnemen over wat er in mijn Fahrenheit-tas gaat zitten. Of tenminste, wat echt nodig is, zeg maar. Maar goed, dit is hem. Dit is de voorkant. Dit is de zijkant. Dit is de achterkant. Dus je krijgt ook nog een. Volgens mij is het Zero. Ja, je krijgt Zero achterin. Een slapende Zero, dat is de hond. En dan krijg je hier de plak. En als je hem open doet,
Dan zit er dus ook nog een print aan de binnenkant. Dat is bij de Annabel niet. En je hebt ook nog een vak. Oh, dat is wel chill. Maar als je hem dus... Dan, ja, jullie kunnen het niet goed zien, denk ik. Maar er zit een Jack Skellington in. En een pompoentje. En Zero. En een spinnenweb. En een paar boeken. En gewoon fantastisch. Ja, ik vind het zo heerlijk, dit. Oh mijn god. Maar ik ben pas echt van loungefly tassen gaan houden. Toen ik Noël ging kijken. Want Noël spaart dus ook loungefly tassen. En voorheen wist ik wist wel dat ze bestonden. En dan dacht ik al, oh, dat wil ik ook, weet je wel. En dan dacht ik, oh, toen zag ik de prijs. En dacht ik, nou nee, dat ga ik niet kopen hoor. En toen ben ik gewoon geld gaan sparen voor Dutch ComCom, onder andere. En toen dacht ik van, fuck it, ik ga er gewoon één kopen. En toen heb ik Annabel gekocht. Dus ik op slag verliefd op. En toen zag ik deze, was ik ook voor slag verliefd op. Op slag verliefd op. Toen dacht ik, dit ja, maar ik keek hier natuurlijk al wel een paar weken naar. Misschien zelfs wel een paar maanden. En nu zag ik hem. Dacht ik, jij bent van mij. Maar oh, gorgeous. Ja, ik hou hier echt heel erg van. Ja, misschien dat sommige mensen denken van, wat moet je met een tas van €75? Maar ik vind het echt, echt fantastisch. Oh, ik ben helemaal gelukkig. Ik ben nu zo blij mee. En ik weet niet precies of wat ik hem inderdaad ga gebruiken naar Walibi gelijk. Want dat vind ik heel eng. Kijk, ik ben niet bang dat hij vies wordt. Want het is natuurlijk wel een gebruiksvoorwerp. Wat ik net al 3 keer heb gezegd. Maar dit was wel echt... Dit is er eentje die ik wel echt kostbaar wil houden. Kijk, voor Dutch ComCom zou ik het... Maar dan kan hij ook vies worden. Of gejat worden. Of whatever. Maar ik vind het heel spannend. Ja, ik vind het ook heel leuk. Maar ik vind het ook spannend. Ik wil het natuurlijk ook goed houden. Maar ja, wat ik zeg. Het is een gebruiksvoorwerp. Het is een backpack, snap je? Een mini backpack. Maar ik vind het ook eng. Want dit is wel echt... Volgens mij was de Annabel 70. Of 60. Ja, maar hij was geen 75 volgens mij. Maar ik weet het niet meer. Ik weet het echt niet meer. Hij was denk ik 70. En dan scheelt €5 is op zich niet veel. Maar het is toch €5. En ik vind deze ook gewoon... Hij is veel luxer. En dat is die Annabel natuurlijk niet. En Annabel is al vies. En is al... Snap je? Dus... En het is niet dat ik deze niet wil gebruiken. Maar ik vind dat gewoon heel... Maar kijk, deze is wel een glow in the dark. En ik denk dat het met Friday Night juist heel leuk is. Aan het eind van de avond. Als je dit... Maar goed. Ik hoop gewoon... Ik wil hem natuurlijk wel gaan gebruiken uiteindelijk. Maar... Ach, ik moet er nog even over nadenken. Maar goed, aan het eind van de avond is het juist wel leuk. Want ik weet dus niet precies wat er glow in the dark gaat zijn. Ik denk dus dit. Maar ja, ik kan het dus nu ook even niet goed zien. Want het is natuurlijk hartstikke licht nu. Maar goed, ik denk dus dat dit glow in the dark gaat worden. En dan die handjes. En dan denk ik die letters. Maar goed, dat moet ik... Ja, ik ga natuurlijk uiteindelijk wel een keer in... Misschien wordt dit wel mijn nieuwe Efteling tas. Maar ik vind Halloween een beetje... Dit is natuurlijk wel Halloween kerstachtig. En ik vind Efteling, ja oké, ik heb ook Annabel meegenomen, dus dat maakt nu in principe geen fuck meer uit. Maar toen het hoogzomer was, maar ik ben hier echt obsessed mee. Dus helemaal gelukkig. Ja, met een loungefly-tas maak je me echt heel blij. En voornamelijk als het iets van The Nightmare Before Christmas is, dat vind ik helemaal leuk. Ja, vind ik echt fantastisch. Dus goed, ik heb hem trouwens gekocht bij Wijnanda in Wonderland. Daar koop ik eigenlijk... Ja, meerdere. Ik heb daar wel vaker Disney dingen gekocht. Ook kleurboeken. Maar dit is mijn eerste loungefly tas van haar. En ach, obsessed. Obsessed. Ik ben zo blij. Ja, deze kan ook in mijn collectie. Maar goed, ik spreek jullie later weer. Dit was even tussendoor shoplog. Helemaal welkom weer bij deze nieuwe dag. Het is vandaag vrijdag. En vandaag werk ik van 8:15 tot 2:00. En daarna heb ik eigenlijk... Ja, ik ga daarna nog even de winkel in. En... Dat is het eigenlijk, dus ik heb verder niet heel bijzonders. Ik neem natuurlijk voor shorts weer wat te eten in de day op. Dus dat is nog extra en voor de rest ja eigenlijk niks. Dus ik spreek jullie later weer. Helemaal, ik wil de vaste weekvlog afsluiten. Want ik heb toch niks meer bijzonders te delen. En ik film ook een weekendvlog. Dus als er echt nog wat bijzonders is, dan zeg ik dat wel in die video. En ik wil nog even zeggen dat ik toch niet naar Mo ga. Aangezien ik nu ook een dure loungefly-tas heb gekocht. En dat eigenlijk niet de bedoeling was. En dan wordt het salaris technisch heel erg... Nou, krap wil ik niet zeggen, maar gaan we gewoon niet doen. En het is ook zo, ik moet ook telkens voor die dagen dan vrij nemen. Hè, want... Het is natuurlijk wel elke keer vrijdagavond, zaterdagavond, zondagavond. En ik heb niet oneindig veel uren die ik kan op blijven nemen. Aangezien ik ook al naar bankzitters ga.
naar Suzanne Freek en naar Maya Hawk. Ja, dat wordt Mo nog een beetje te veel. En misschien komt er nog wel een andere artiest die ik veel liever wil zien dan Mo. Dus ja, dat gaat er niet worden. Maar goed, bij deze wil ik de weekvlog afsluiten. En tot de volgende video. Doei!